Nou, deze is ook wel heel erg leuk. Ik zal hem er even uithalen. Portiers retour na gebruik. Ik denk dat dit karretje retour moet naar de portiers na gebruik. Maar je zou het natuurlijk ook kunnen begrijpen als dat je de portiers terugbrengt nadat je de portiers gebruikt hebt. Petra Hendricks doet onderzoek naar het gebruik en begrip van taal. Tijdens een korte wandeling door haar werkomgeving kunnen haar dingen opvallen waar normaal niemand op let. Kijk, wat we hier zien kan op verschillende manieren begrepen worden. Verpak vloeistoffen in afgesloten flessen of potten. Dat kan betekenen in afgesloten flessen en afgesloten potten. Of in afgesloten flessen en open potten. Telefoon uitsluitend bestemd voor opsluiting lift. Nou, dat betekent waarschijnlijk voor als je opgesloten wordt in de lift. Maar je kan het ook begrijpen als voor opsluiting van de lift, voor opsluiting naast de lift, voor opsluiting onder de lift. Deze is ook wel aardig. Dit is wat je moet doen in geval van ontruiming. Je moet luisteren naar de omroepinstallatie. Je moet de opdrachten van de brandploeg en brandweer uitvoeren. En je moet gehandicapten helpen. Nou, als er toevallig geen gehandicapten in de buurt zijn, dan zit je mooi. Het lijkt misschien wat overdreven om zo op alle slakken zout te leggen. Maar dat is niet wat Hendricks doet. Het interessante is voor haar vooral dat de bordjes in het dagelijks leven juist niet tot misverstanden of spraakverwarringen leiden. Omdat het heel leuk is om juist aan die bordjes te zien hoe het ook fout zou kunnen gaan, maar inderdaad niet fout gaat. Want de meeste mensen begrijpen zo'n bordje perfect, weten precies wat er bedoeld wordt. Maar als je kijkt naar wat er letterlijk staat, dan kan je heel veel zinnen op heel veel verschillende manieren begrijpen. En juist het feit dat mensen dat niet doen, geeft aan dat taal zo heel goed in elkaar zit. Dat je kort kan zijn en gebruik maken van alle informatie die mensen tot hun beschikking hebben, begrijpen ze zo'n bordje toch heel goed. Wat voor informatie is dat bijvoorbeeld? Het gaat om kennis van de situatie. Als je in de lift staat, dan zul je begrijpen dat je zo'n telefoon alleen maar nodig hebt als je echt in paniek raakt omdat je opgesloten bent in de lift. En je zal, denk ik, veel minder snel geneigd zijn om de telefoon te gebruiken om eens een keer lekker die lift op te sluiten. En dat soort kennis van de wereld gebruik je heel veel om zinnen die eigenlijk te kort zijn om die toch te begrijpen. Is het mogelijk zinnen te begrijpen waar geen klinkers in staan? Verbazingwekkend genoeg is dit voor veel mensen geen enkel probleem. Nou, zijn er natuurlijk gevallen waarin dat soort kennis van de wereld niet aanwezig is. Voor wie of wat geldt dat? Nou, voor computers geldt dat heel duidelijk. Als computers met taal moeten omgaan, informatiesystemen waar je naartoe kan bellen om de treintijden op te vragen, bioscoopkaartjes te bestellen. Google zoekmachine, die begrijpen nog niet zo heel veel van de wereld. En ook voor kleine kinderen geldt dat ze kennis moeten vergaren. Terwijl ze taal leren, moeten ze ook heel veel kennis vergaren van de wereld. En voor kleine kinderen geldt dan ook dat ze fouten maken die je als volwassene waarschijnlijk niet zult maken. En juist die fouten van kleine kinderen, die laat je zien hoe ingewikkeld taal eigenlijk is en hoeveel kennis van de wereld je eigenlijk gebruikt bij begrijpen. Trouwens, het wordt steeds gemakkelijker om zinnen zonder klinkers te begrijpen als je het vaker hebt gedaan. Dat wordt met deze zin wel duidelijk. Soms gaat het wel mis. Bijvoorbeeld als het echt kort en bondig moet, in krantenkoppen. Ik gebruik regelmatig koppen voor mijn college, zoals bijvoorbeeld deze. Man schiet niet in zijn linkerknie. Ja, dit lijkt eigenlijk helemaal geen nieuws te zijn, want er zijn veel mensen die regelmatig niet in hun linkerknie schieten. Maar als je het krantenberichtje erbij leest, zie je
wat er hier bedoeld is. Dit is een man die met een groot niet-pistool een niet van 6 centimeter groot in zijn linkerknie heeft geschoten. Nog een voorbeeld. Buschauffeur zat achter het stuur. Dit ging over drankgebruik van buschauffeurs. En dit was een buschauffeur die dronken achter het stuur zat. Maar blijkbaar was dronken net te lang voor de kop. En hebben ze het woordje zat gebruikt, wat net iets korter is. Hendricks heeft speciaal voor het Universiteitsmuseum een kleine tentoonstelling samengesteld over taal. Met de titel, Bent u een goed verstaander? Nou, eigenlijk zijn alle mensen goede verstaanders, omdat ze vrijwel moeiteloos strijdige informatie, incomplete informatie gebruiken om zinnen goed te begrijpen. Dus ook al is een zin te kort eigenlijk, zijn de woorden weggelaten, dan nog kunnen mensen zinnen over het algemeen goed begrijpen. En wat zien we daarvan op de tentoonstelling? We zien op de tentoonstelling een aantal interactieve onderdelen waar mensen kunnen testen of ze een goed verstaander zijn of kunnen merken of ze een goed verstaander zijn. Doordat ze strijdige informatie krijgen of incomplete informatie. En ze zullen merken dat ze actief bezig zijn om dingen goed te begrijpen. Bent u een goede verstaander?